Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Yes, hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast in deze bizarre tijd. Het is echt, ik ben vandaag alles nog weer een beetje aan het processen, net zoals dat ik dat vorige week maandag deed, nadat we het nieuws van die, dat de scholen dicht gingen. Ik weet niet eens hoe ze dat precies noemden. Kregen en nu gisteren natuurlijk over de gedeeltelijke lockdown. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik vind het heftig en pittig. En vandaag komen allerlei dingen, mijn besef of zo. Wij, Bart en ik, zouden gaan trouwen 5 mei. Nou, dat kan dus niet doorgaan. Dus dat moeten we verplaatsen naar een later moment dit jaar. Had ik al een beetje aanzien komen. En ik moet zeggen dat ik het ook aan de ene kant fijn vind dat het nu gewoon duidelijk is dat het niet door kon gaan. Want we hadden het er gisteravond nog over voordat we het nieuws kregen. Van ja, wat moeten we doen? Weet je, stel dat ze zouden zeggen van ja, vanaf 1 mei gaat alles weer open en wij zouden alles aflassen. Ja, dat voelt natuurlijk ook niet fijn, dat het dan ineens wel door kan gaan. Maar dingen half regelen voelde ook niet fijn. En nu is het gewoon duidelijk. Dus dat, het is wat het is. Ik kan er niks anders van maken. En mijn ouders zijn 23 mei 40 jaar getrouwd, dus we zouden ook met z'n allen wat gaan doen, of in ieder geval met z'n vijven. Maar nou, dat kan dus ook niet doorgaan, want we mogen niet eens met z'n vijven bij elkaar komen. Dus dat is allemaal echt gek. Mijn oma is 7 mei jarig. Die wordt dan 87, geloof ik. En die zit alleen opgesloten in haar verzorgingshuis. Of alleen, in ieder geval met alle mensen die er wonen. Maar we mogen niet naar haar toe. Dus die moet haar verjaardag ook alleen vieren. En zo zullen er natuurlijk nog veel meer mensen zijn. Dus dat besef kwam ineens vanochtend. En toen dacht ik, jeetje, in wat voor een vrijheid leven we? En hoe beroven we onszelf nu van deze vrijheid? En wat doen we onszelf aan? Want dit virus wil, naar mijn mening, wil ons iets laten zien. Ik heb het al eerder gezegd, geloof ik. Ik spreek op het moment heel veel podcasts in, ook voor mijn membership. Dus ik weet even niet meer waar ik nou wat heb gezegd. Maar de uitnodiging is om naar binnen te keren, om echt de weg naar binnen te gaan. En die uitnodiging is al heel vaak geweest. En nu is het wat dringender en wat uitnodigender om echt naar binnen te keren. En iedereen krijgt een keus of je dat aangaat of niet. En zoals afgelopen weekend ook bleek, dat heel veel mensen het moeilijk vinden om naar binnen te keren en het liefst naar buiten gaan met alle risico's van dien. Voor zichzelf, voor de omgeving, voor het land. Maar dat mensen het dus heel moeilijk vinden om echt naar zichzelf te kijken. En naar zichzelf en daarin ook naar het grote geheel. En die uitnodiging wordt steeds dringender eigenlijk, want nu kunnen we er gewoon niet meer omheen dat we naar binnen moeten blijven, letterlijk in je huis. En je huis is een afspiegeling van je innerlijke zelf. Dus je zit eigenlijk, je wordt gewoon zo uitgenodigd om in contact te zijn met jezelf. Maar we hebben dat allemaal, of een deel, of nou, in ieder geval iedereen en heel veel mensen die ik ken zijn al wel de weg ingeslagen om weer in contact te komen met zichzelf. Ik bedoel, in mijn praktijk heb ik met geen enkel ander mens contact die dit verlangen heeft. Het is mijn reis geweest de afgelopen, 10 jaar, maar eigenlijk gewoon wel mijn hele leven natuurlijk. Maar in actieve vorm de afgelopen 10, 15 jaar. En nu is het gewoon, nu is het gewoon aan. Ik kan even niet op het woord komen, maar nu mogen we het gewoon aan onszelf laten zien dat we de weg durven te nemen. Dat we het niet weten, want dat hoeft niet, maar dat je je eigen pad durft te volgen. Veel mensen zijn vrij, dus je hebt zeeën van tijd om na te denken
over wat je wil. Maar ook komen er heel veel nieuwe uitdagingen. Dat de kinderen thuis zijn. Dat je misschien met je partner thuis bent. En dat je toch allemaal... Ja, dat bepaalde structuren komen nu naar boven. Van hoe dingen functioneren. Dat dat dus blijkbaar niet altijd goed werkt. Dat er toch wel tegen bepaalde problemen aanlopen. Omdat we bepaalde dingen in onze maatschappij of in je gezin... Dat maakt op zich niet uit. Of, dat hebben Bart en ik, we wonen met z'n tweeën. En we hebben ook een bepaalde manier van leven met z'n tweeën. En dat wordt nu ook even onder de loep genomen. Van, hey, functioneert dit? En dan is de uitnodiging om daar bij jezelf gaan te voelen... Hey, functioneert het nog voor mij? En... er vervolgens ook iets mee te doen naar je huisgenoten, laat ik het maar even zo noemen. De mensen met wie je samenleeft. En dat kan soms echt een grote uitdaging zijn. Grappig genoeg is dat voor ons huwelijk, was dat de uitnodiging. We gaan een heilig huwelijk doen, dus we zijn al voor de wet getrouwd. Maar we gaan voor onszelf trouwen. En echt om onze liefde naar elkaar, maar zeker ook voor onszelf uit te spreken. En aan het begin van het jaar trok ik, Bart en ik doen altijd, op oudjaarsdag of nieuwjaarsdag, ligt er een beetje aan hoe het uitkomt, dat we een moodboard maken. En daarbij trek ik ook altijd kaarten voor het hele jaar. Dus soms doe ik een hele jaarlegging. In dit geval had ik twee kaarten getrokken als overkoepelend thema op basis van mijn moodboard voor het hele jaar. En ik had daar een kaart getrokken. Courage, moed en friendship, vriendschap. En vooral de kaart van friendship was, het waren Osho kaarten. En de vriendschapskaart, op de afbeelding stonden twee bomen. Waarvan de wortels, twee losse stammen. En de wortels die waren apart in de grond. Dat was ook getekend. En het blad, de bloesem, de takken waren in elkaar overlopend. Je zag de ene boom had gele bloemetjes, de andere boom had roze bloemetjes. En dat liep helemaal in elkaar over. En dat is voor mij... waar een heilig huwelijk voor staat. Dat is vriendschap. Bart is mijn beste vriend. En wel dat wij allebei wel twee individuen zijn. Met onze eigen wortels. We staan op onszelf. Maar we zijn wel met elkaar verbonden. Door middel van dat die takken en die bloesem zo in elkaar overlopen. En dat is ook wat wij in ons huwelijk gaan doen. Dat we... Terwijl een belofte naar onszelf, dat we trouw zijn aan onszelf, trouw zijn aan ons eigen pad. En vanuit daar de gelofte ook aan elkaar doen. En dat we elkaar ook zullen steunen in ieders pad. Maar dat we niet, wat in heel veel huwelijken gebeurt, dat je jezelf, dat je volledig in elkaar verweefd raakt. En dat je op een gegeven moment niet meer bent wie nou wie is. En dat je jezelf een beetje kwijtraakt. En dus dat is op zich, ja, dingen gebeuren niet voor niets. En dat is voor mij ook de uitnodiging überhaupt voor 2020. Maar ook waar corona over gaat. Corona is een luchtweginfectie. Het heeft dus te maken met je longen. Dat heb ik in mijn vorige podcast over corona ook al wat over verteld. En ook hoe je daar op een hoe je goed voor jezelf kan zorgen. Dus als je dat nog wil weten, dat ga ik hier niet meer aanstippen. Maar dat kun je die andere podcast, twee of drie podcasts geleden, kun je die even terugluisteren. Als je dat nog niet gedaan hebt. Of het interessant vindt. Maar je longen zijn, het zit op je longen, op je luchtwegen. Je luchtwegen staan voor ruimte geven, inspiratie geven aan je leven. Je longen zijn twee organen die heel veel vertakkingjes hebben. Je bronchiën, je kan het zien als een soort van broccoli. Maar een broccoli is ook een boom. Dus daarmee heb je eigenlijk twee bomen van beide longen die op zichzelf staan, maar heel krachtig zijn en ook samenwerken. Dus wat er
buiten ons gebeurt, gebeurt ook letterlijk in ons lichaam. En ik hoor ook veel mensen die gewoon last hebben van hun longen. Ik heb het zelf ook ervaren vorige week. Nu deze week is dat wat gezakt. Ik hoor het ook wel van cliënten die me wat bezorgd mailen. En kijk, ik moet natuurlijk altijd goed checken of er nog andere klachten zijn. Maar wat ik zelf heel erg merk is dat het ook een collectieve angst is die we nu voelen. Die ik zelf voel als ik dit teruggeef aan mijn cliënten, dan is dat voor hun ook vaak zo. En anders dan is het natuurlijk ook belangrijk dat je het gewoon even laat checken bij de huisarts. Zover ze dat nu nog doen. In ieder geval goed voor je zorgen. Mijn andere podcast even luistert hoe je dat kan doen. En die angst die in de lucht zit. En vandaag voel ik die golf ook weer een beetje. Die zorgt ervoor dat we niet in beweging komen. En wat is ontzettend belangrijk voor je longen. Voor je lucht om in beweging te komen. Om frisse lucht tot je te nemen. Dus naar buiten te gaan. En als je dat niet durft. Je ramen en deuren wagenwijd openzetten en alles even een aantal keer per dag door te laten luchten. Zodat je frisse energie binnenkrijgt. Jezelf ruimte geven, ademruimte geven, jouw ruimte innemen. Longen staan heel erg voor inspiratie geven aan je leven. Dus wat doe je het liefst? Ga dat doen. Waar word je blij van? Zorg dat je trillingsfrequentie omhoog gaat. Je trillingsfrequentie, als je niet weet wat dat is. Wij bestaan, alles hier op aarde bestaat uit energie. Wij als mens. Mijn planten, het koffiekopje, mijn tafel, mijn houten tafel, mijn bank van stof waar ik op zit. Bomen, dieren, alles hier op aarde bestaat uit energie. Als je jouw huid onder een microscoop zou leggen, zou je uiteindelijk uitkomen bij een energiemolecuul. Bij een molecuul. Nou, dat is met alles wat je, nagenoeg alles. Plastic bijvoorbeeld. Ja, plastic weet ik eigenlijk niet. Dat is niet natuurlijk. Maar goed, misschien wel. Nou ja, als je dat weet, laat me even weten. Maar alles hier op aarde bestaat uit energie. En dat is je trillingsfrequentie. Je kan het heel goed vergelijken met de radiofrequentie. Dus je stemt af op een FM-zender en die zendt op een bepaalde trilling uit, zodat je radio 3 of radio 2 kan ontvangen. En als je goed afstemt, soms zit je er een beetje half en dan hoor je 2 radiozenders door elkaar. Maar eigenlijk hoor je helemaal niks, want het is één grote blur. Dus je moet heel goed afstemmen op die bepaalde trillingsfrequentie van radio 2 of wat je ook fijn vindt om te luisteren. En dan kan je het ontvangen. Dus het is voor jouw systeem heel belangrijk om te weten op wat voor een trillingsfrequentie je zit. Want dat zend je ook uit. En misschien herken je het wel als je op een verjaardag bent. Nou ja, tegenwoordig doen we dat dus niet meer zoveel, maar een paar weken geleden nog wel. Of in een groep komt, of als je in een kantoortuin hebt gewerkt, dan kan je natuurlijk ook heel goed voelen dat er een bepaalde niet zo fijne energie hangt. Of juist een hele leuke, blije energie. En die energie, die heeft die trilling. En dat doet iets met jouw systeem. Als je namelijk in een energie komt die niet zo fijn is, dan voelen mensen zich vaak ook wat downer, wat neerslachtiger, kunnen mensen meer zeuren of juist over de negatieve dingen in het leven praten. Is die trillingsfrequentie wat hoger, dat er meer blijdschap is, dan gaan mensen juist meer over positieve dingen praten, over hoe leuk ze iets hebben gehad. En dan is er veel minder ruimte eigenlijk voor angst of negativiteit. Kijk maar eens bij jezelf hoe dat nu voor jou is. Want over het algemeen, als je in angst zit, of als je het spannend vindt, of als je niet naar buiten durft, of niet wil dat mensen dicht bij je in de buurt komen, dan is je trillingsfrequentie wat lager. Of laag. Ik kan dat niet zo van een afstandje beoordelen natuurlijk. Angst is een van de laagste trillingsfrequenties die er is. En
Het is ook een trillingsfrequentie wat je letterlijk ziek kan maken. Elke lage trillingsfrequentie kan je ziek maken. Daar zijn ook wel onderzoeken naar gedaan. En trouwens, de documentaire Heal, die op Netflix staat, als je nog niks te doen hebt, gaat daar ook over, onder andere. Dus dat is ook echt een hele mooie documentaire om te kijken. Wat heel belangrijk is, is je A, bewust te worden van hoe je je voelt, wat je trillingsfrequentie is. En als die laag is, verhogen. Want liefde is de hoogste frequentie die er is. Liefde voor jezelf, liefde voor het leven, liefde voor de situatie die er nu is, wat best een uitdaging is. Liefde. Ik ben de afgelopen week hier echt ontzettend mee aan het oefenen. Dit stuk doe ik al heel lang, maar nog steeds nog meer bewuster van geworden om dit te doen. Om echt te zorgen dat ik elke dag mijn frequentie hoog hou. Om te zorgen dat ik gezond blijf. Dat er dus ook geen lage energieën bij me kan aanhaken. Want een hoge trillingsfrequentie, een positieve trillingsfrequentie, zorgt ervoor dat een lage niet kan aanhaken. Als je even aan iets positiefs denkt, of een fijne mantra voor jezelf zingt of neuriet, dan is er geen ruimte voor negatief gevoel. Dus daarmee kan je jezelf helen. Daarmee kan je echt voor jezelf zorgen. En het vergt ook wel echt wel wat oefening. Maar dankbaarheid is bijvoorbeeld een hele mooie oefening om hiermee te spelen. Om dankbaar te zijn voor de situatie waar je nu in zit. En op dit moment is dat voor sommigen echt best een klus. Om dankbaar te zijn voor dat je thuis bent. Of voor dat wat er nu gebeurt. Of wat voor mogelijkheden dat allemaal biedt. Dankbaar te zijn dat je nog elke dag gewoon naar de supermarkt kan om eten te kopen. Noem maar even een dwarsstraat. Dankbaarheid zorgt voor dat je trillingsfrequentie omhoog gaat. En dat je dus meer met jezelf in contact kan komen. En angst zorgt ervoor dat je trillingsfrequentie naar beneden gaat. En het is heel normaal, zeker als dit niet iets is wat je dagelijks doet, zeker als dit nieuw voor je is, maar ook als je dit wel weet, maar onbewust niet heel veel toepast. Dan is het ook heel belangrijk dat je weet dat je niet dit in één keer van jezelf kan verwachten. Dat je ineens je hele trillingsfrequentie even verandert. En dat het allemaal ineens heel positief is. Het leven is één grote leerschool. Een cyclus van licht en donker. Het is vandaag donkere maan ook. Dus we zitten nu in de donkerte. Weet ook dat er dus een wisseling is tussen je emoties. Het ene moment kan je je goed voelen, het andere moment kan je je wat slechter voelen. Maar je hebt ook altijd een keuze, als je je slechter voelt, om dat om te gaan buigen naar iets positiefs. En al is het maar iets heel kleins dat je ergens dankbaar voor bent, of dat je het bewust bent. En afgelopen dagen zing ik een mantra om me gewoon weer even in de frequentie te krijgen. En het ene moment gaat dat echt in het split second dat ik er weer ben. In het andere moment duurt het gewoon echt even een paar uur. En dan kan het ook helpen om even met een vriendin te bellen. Of even een filmpje te kijken. Of even iets anders te doen wat ik fijn vind. Even yoga te doen of te mediteren. Of een boek te lezen. Maar neem deze tijd om naar binnen te keren, om te gaan. En naar binnen keren is wat ik eigenlijk net probeer uit te leggen. Checken bij jezelf hoe je je voelt, daar bewust van te worden. En als het niet is wat hoe je je zou willen voelen, om het om te buigen. Want als je bijvoorbeeld compassie hebt met waar je nu bent. Compassie zit een beetje in het midden van je accepteert het. Je hebt compassie met jezelf omdat je angstig bent. Noem maar even een voorbeeld.
dat is al een hele stap als je eerst helemaal in de angst zat om vanuit daar compassie voor de situatie te hebben. Dat is al een hele mooie stap. En als je merkt van, hey, die compassie is er, maar ik wil eigenlijk meer, dan kan je ook de stap naar harmonie gaan maken. En als dat er is, kan je de stap naar liefde gaan maken of naar wat voor jou voelt gaan maken. Dus weet ook dat je het niet in één keer hoeft te doen. Dat je niet in één keer de stap van absolute angst naar absolute liefde moet maken, want dat kan niet. Dat is voor je systeem gewoon, dat is alsof je vanaf de grond naar, op een flat van 10 verdiepingen omhoog wil springen. Dat gaat niet gewoon niet lukken. Dus neem kleine stapjes. Zorg ervoor dat je met de trap gaat of met de lift naar boven. En dat je daar de tijd voor neemt en jezelf de ruimte daarvoor neemt. Vergeeft ook. Om daarin te groeien. En daar krijgen we nu gewoon 2 maanden vrij voor. Om hierin te oefenen. Om in contact te komen met jezelf. Om echt die liefde voor jezelf te voelen. Te voelen, wat wil ik? En er kan ook echt uitkomen dat je gewoon wil wat je doet. Dat is ook helemaal oké. Maar soms is het wel even goed om stil te staan en te kijken, of om je heen te kijken, van wat is er nou eigenlijk in mijn leven? Ben ik daar nog blij mee? Of doe ik iets op de automatische piloot, waar ik misschien wel blij mee ben, maar waar ik nog wat meer passie en hartstocht voor wil voelen? En ik merk dat ook bij mezelf. Ik heb deze reis afgelopen jaren al gemaakt, dus ik doe wat ik het liefste doe. En ook nu is dat weer duidelijk. En ik voel nu ook echt dat dit het moment is om alles wat ik de afgelopen 15 jaar heb geleerd, nu echt voor mezelf, maar ook voor jou die mijn podcast luistert, of voor iemand die me op Facebook of Instagram volgt, of de vrouwen in mijn online mysterieschool, om dat echt naar buiten te gaan brengen en echt te gaan leven en te gaan omarmen en vervulling aan te gaan geven. Dat is eigenlijk het woord. Echt mijn meesterschap daarin te gaan pakken. Om te zorgen dat ik dat het wijdverspreid wordt. En dat vind ik zelf reeds spannend. Dus ik ben nu ook mezelf wat meer aan het terugtrekken. Voelen, maar wat wil ik nou? Is wat ik doe? Is dat wat ik wil? Dus ook ik maak deze beweging weer naar binnen. Om vervolgens te voelen, ja, dit is wat ik wil. En nu moet ik mezelf gewoon even liefdevol een schop onder mijn kont geven. Om ook nu naar buiten te durven komen. En me niet achter mijn laptop verschuilen. Of mijn telefoon te verschuilen. En denken, nou, de wereld gaat wel aan mij voorbij en ik blijf gewoon lekker mijn dingetje doen en dan komt het wel goed. Nee, ik mag nu echt mijn kop over het maaiveld uit gaan steken. Zo voelt het nu een beetje voor mij. En ik merk dat ook wel van bij andere vriendinnen of andere vrouwen die ik ken. Dat we dat nu, ja, dat nu die tijd is. Dus ik nodig jou daar ook voor uit. Als je dat ook voelt, gewoon doen. En weet je, de wereld moet veranderen. We moeten veranderen met hoe we het deden. Dat gaat niet meer en dat weten we allang. Maar nu is het echt de tijd om dingen te gaan veranderen. En ook wat ik doe met natuurgeneeskunde, met kruidentherapie, kruidengeneeskunde, met de verbinding van de cyclussen. Dat is voor mij in ieder geval mijn weg om in contact te zijn met de aarde. In contact te zijn met mezelf. In contact te zijn met de hemel. Met de hemel op aarde. En om dat te gaan verspreiden. En in ieder geval eerst voor mezelf. En iedereen die daarop aanhaakt mag meereizen. Mag erop meeliften. En daarin haar eigen weg gaan ontdekken. En lopen. En daar word ik heel blij van als ik dat zo nu zo uitspreek eigenlijk. Dus voor mij is deze tijd
ook spannend, maar meer spannend in de zin van dat ik nu het mag gaan doen. Dat het nu echt voor het echt is. Dat de rest, alle tijd daarvoor was een beetje oefenen en een beetje spelen en een beetje ontdekken. En nu is het is de tijd daar om het echt te gaan doen. En dat is reeds spannend. Maar ik heb er wel heel veel zin in. Dus ja, dat ik voel dat ik aan een einde ben gekomen van deze podcast. Ik wist van tevoren niet echt waar het naartoe zou gaan. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Heb je nou vragen over hoe je jezelf kan ondersteunen in deze tijd? Los daarvan of je ziek bent of niet. Of dat je klachten hebt of niet. Ook als je je angstig voelt of onbestemd gevoel hebt. Of het even niet weet. Kan je natuurlijk altijd contact met me opnemen. Ik heb een membership, Unleash Your Green Goddess. Waarin we dit uit gaan diepen. Of uit aan diepen zijn, moet ik zeggen. Want ook hierin merk ik dat alle opdrachten die ik tot aan nu eigenlijk heb gegeven. Een soort handout is van hoe je met deze situatie om kan gaan. En het is natuurlijk aan ieder individu die in mijn membership zit wat ze ermee doen. Maar alles ligt er. En dat geldt überhaupt voor denk ik voor ieder leven. We hebben al zoveel geleerd. Alles is er. Alleen is het aan ons wat we ermee doen. Of je het pakt of niet. Of dat je ermee doorgaat of niet. En of je doorbeweegt of blijft stilstaan. En ik in mijn membership doe ik dat, maar ook in individuele sessies. Om je dichter bij je eigen kern te laten komen. Dat is denk ik wel wat er gebeurt als ik naar mijn cliënten kijk. Wat ik zelf ook merk. Gewoon echt voelen, wie ben ik nou? En vanuit daar weer een beweging inzetten eigenlijk. Dus als je daar vragen over hebt, ik zal mijn mailadres even hieronder in de beschrijving zetten. Dan kan je me altijd even een berichtje sturen. En dan ga ik hem nu ook echt afsluiten. Dan wens ik je, wat wens ik jou? Heel veel plezier, dat is het eerste wat in me opkomt. Heel veel plezier deze aankomende tijd. Geniet er alsjeblieft ook van. Heb lol, lach, geniet van de zon. Kijk naar de mooie dingen in het leven. Ook al heb je een kutdag, er is vast wel één minuscuul lichtpuntje te bedenken wat er fijn was. Al was het een glimlach van iemand of van je kind of een knuffel van je partner of de verse blaadjes aan de boom. Ik noem maar even wat. Maar probeer ook echt naar de zonnige kant van het leven te kijken. De zon schijnt niet voor niets al sinds dat wij binnen opgesloten zitten. Volop. Om ook een beetje licht te brengen in deze donkere tijd. Dus dat wens ik jou toe. En ik ben deze week heel druk met cliëntafspraken. Maar als ik weer wat meer tijd heb, dan ga ik ook gewoon wat meer podcasts voor dit kanaal inspreken. En voor nu wens ik je gewoon een fijne dag. En tot snel. Aho!